Goedemorgen. Het is weer zover. Het is 7:45, iets later. Ik ben eerder dan gisteren, dus hoera van mij. En ik ga weer aan het werk. Ik ben best wel een beetje traanogerig-achtig of zo. En ik weet niet waar het komt. Zie je het? Nee, je ziet het hier echt. Nou ja. Maar dat zal zo nog wel wegtrekken. Komt denk ik van het wakker worden. En jongens, het is zover hoor. Het is zover. Echt. Ik wist niet dat het kon, maar het kan. We hebben zeg maar zo'n trap die je dus in en uit kan schuiven. Dus als je hem zo hebt, dan kun je gewoon makkelijk omhoog. Maar je kunt hem ook helemaal tegen de muur aanschuiven. En dat deden we dus altijd om te zorgen dat de kat niet boven kwam. Hij kan het! Hij staat gewoon tegen de muur. Je moet je even voorstellen, een ladder tegen de muur. Wel, oké, vrij dikke houtstukken waar je op kan gaan staan. Maar ik heb echt gewoon respect voor. Ik dacht echt midden in de dag, nee. Hoe kan dit? Hoe kan die kat dat? Nou, echt niet normaal dat hij dat gewoon kan. Maar dan moeten we wel echt wat op gaan verzinnen. Want ik heb echt drie dagen geleden nog een artikel geschreven. Over hoe slecht ik kan slapen met de kat boven. Ik kan dat gewoon niet. Hij knort hard, jongen. Dan word je echt. Gaat hij naast je hoofd liggen. Hij gaat in je oren knabbelen. Hij gaat je neus likken. Alles wat je niet wilde, doet hij. Hij ziet je voeten als speeltjes. En nee, het is gewoon echt niet chill. Het is echt niet chill. Ik kan zo echt niet slapen. En dat gaat ook nooit lukken ook. Dus we moeten daar wel iets op verzinnen. En ik heb er dus vannacht over na zitten denken. Want ja, ik was toch wakker door die kat. En ik dacht, stel nou dat we twee van die houten schotten maken. Dat je die zeg maar over de trap heen kan schuiven. Ja, ik vind het een beetje moeilijk om uit te leggen zodat je het snapt, zeg maar. Maar dat je die, zeg maar, gewoon een 90 graden hoek. En die schuif je dan op een tray. Dus die zit klem tussen de muur. En die gaat, ja, ik kan het beter een keer tekenen of zo. Maar ja, dat heb ik dus bedacht. En daardoor komt hij dus, als hij met omhoog wil, komt hij dat schot tegen. En dan kan hij niet overheen. Dus dan kan hij ook niet naar boven. Dat ga ik niks straks vertellen, dat ik dat bedacht heb. Maar ja, uiteindelijk ben ik er ook even uitgegaan. Om de trap naar beneden te zetten. Want ja, meneer kan wel omhoog. Maar meneer kan niet naar beneden. Dat is gewoon een val van 2 meter hoog. Ja, dus nou, toen ging die ook wel weer even naar beneden. En toen ben ik wel weer in slaap gevallen. Dus dat scheelt. Maar zo, het was wel weer eventjes een lastig nachtje wat betreft dat. Bedankt, Pep. Vandaag dus 10 uur werken. Ik hoop niet weer Subway. Maar aan de andere kant, als we weer Subway eten, dan ga ik gewoon weer patatjes halen. Dat hoort echt bij de zaterdag, weet je wel. Dat is gewoon echt zo heerlijk als je zaterdag de hele dag moet werken. Dan weet je gewoon dat je patat gaat eten. Maar de laatste weken. En vanavond gaan we uit eten. Dus dat is eigenlijk wel heel erg. Want ja, als je uit eten gaat, waarom zou je dan in vredesnaam vandaag patat gaan eten? Maar ja, het is bij Le Steak. Dat is in Bennekom. En het is echt mijn favoriete restaurant. Ik heb wel een paar favorieten. Zeg maar, we hebben een goedkopere waar we dan graag heen gaan. Omdat je lekker kunt eten. Maar dit is een van de duurdere. Maar waar je echt zo lekker eet. Waar alles wat je neemt maakt echt niet uit. Het is allemaal lekker. En ik wou zeggen, we hebben nu kortingsbonnen van de Albert Heijn. Dus het is tweede persoon gratis. En zij hebben dus een menu samengesteld. Ja, het is best wel een duur restaurant. Dus ze hebben nu een keuzemenu vastgesteld. Dus een 3-gangen menu. En dan heb je bij voor, hoofd en na 3 keuzes. En voor €25 per persoon. Dus uiteindelijk, het is dus niet helemaal tweede persoon gratis. Daar hebben ze dan wel een slinkse manier omheen bedacht. Vind ik wel jammer. Maar nu is het uiteindelijk €25 per persoon. En is ook super cheap. Waar je normaal daar echt €60 per persoon kwijt bent. Dus ik heb daar echt heel erg zin in. Vet lekker. Ik heb wel echt weer zo'n hoesbui. Terwijl ik heel leuk zat te verkondigen dat het beter is. Maar dit is vast eenmalig. Oké, time to work hard. Blah. Het is helemaal niet lekker weer trouwens. Dat was echt goed genederlaans. Dat was helemaal niet lekker, lekker weer. Het is helemaal niet lekker weer. Dus nee, maar dat komt hopelijk nog wel. Want als het dan toch aan het werk is, laat het dan maar gewoon lekker druk zijn. Hey, smaak jongens. Dankjewel. Ik ga weer lekker naar huis. Het was echt weer hetzelfde als gisteren eigenlijk. Een lekker dagje. De ochtend was dit keer wel wat drukker, dat scheelt. En ik was gezellig met je tintje aan. Het was zo fijn, het was zo gezellig. En lekker met mijn tinnetje, lekker kletsen en ondertussen hard werken. En het is echt een combi die al 7 jaar ongeveer, 6 jaar bestaat.
En we vullen elkaar tijdens het werk ook heel erg aan, zeg maar. Je zorgt dat de ander zo snel mogelijk zijn ding kan doen. Als je ergens voorbij loopt wat ze nodig hebt, dan pak je dat of zo. Constant, ja, echt een team. Terwijl dit werk best wel zelfstandig is. Dus dat is echt heel leuk. En nu heb ik nog even staan kletsen. Dus het is al 15:15. Maar dat geeft niks. Ik ben ook zo thuis. Dat is ook het verschil. Omdat je weet dat je in 2 minuten thuis bent, heb je ook op zich niet zoveel haast. En nu ga ik lekker eventjes douchen, klaarmaken, leuke kleren uitzoeken voor vanavond, lekker uit eten. Heb ik echt zin in. Het is trouwens, ik had gelijk, het is gewoon niet heel warm geworden vandaag. Het is echt perfect eigenlijk voor mensen die in de zon willen zitten. Kunnen lekker in de zon zitten. En mensen die niet van de warmte houden zoals ik, die kunnen dan gewoon een plekje in de schaduw vinden. En dan hebben ze het ook prima. En dan hebben ze het ook gewoon warm. En nu, dit is echt ideaal. Het is nu gewoon perfecte temperatuur. 23 graden, heerlijk. Dan zou ik echt de hele dag in de zon willen zitten. Maar ja, dus ik had vanochtend wel gelijk toen ik het idee had dat het kouder was. Want dat is dus ook echt zo. Ik heb het alleen maar over het weer vandaag. Sorry hoor. Morgen weer een dag. En weer zon. En dan gaan we lekker varen met mijn ouders. We hebben een oudersweekend. Eerst lekker uit eten en dan morgen lekker varen. Nou, ik ben er alweer. Home sweet home. Mop mop! Dit is toch echt te leuk? Ja, dat is ook heel leuk. Het is gewoon een frituurautomaat voor eieren. Ja, dat is snackbar. Zeg maar, 3,50. Welke zien er goed uit? Ja, dat maakt niks uit, dus allemaal. Wacht even, wie heeft geld? Ik vind dit echt zo grappig. Alles kan erin. Zeg maar welk nummertje. Ja hoor. Kan ik even gewoon een klein geld zetten. Wij hebben nu alleen witte schaalkippen. En dus ook alleen witte schaal eieren. Dus in de pan. En geniet ervan. Ja, nee. 50. Ik heb dit echt nog nooit gezien. Dat dit bestaat gewoon. 1,50. 35. Wow. Oké. Kom op. Alweer een ei. Alweer een ei. Zo gelegd. Moet even op de hoedenplank. Ja, je moet hem niet kapot maken. Echt stabiel is het niet. Martin? Ik neem nooit meer zo'n ijs. Wij zijn weer thuis en we hebben heerlijk gegeten. Het was wel, ja, het is mega laat. Het is nu echt al 11:30 en we waren daar om 19:30. Maar het was serieus. We hebben denk ik 1 uur en 1 kwartier op ons voorgerecht gewacht. En nou, eigenlijk weer zoiets op het hoofdgerecht. Een toetje was in 30 minuten, dus die was het snelst. Maar we hebben er dus echt gewoon serieus bijna 4 uur gezeten. Echt heel lang. En het was wel super lekker, maar het was gewoon te druk. Ze konden het dus eigenlijk niet aan. Ik denk dat dat door die actie komt van de Albert Heijn. Maar ja, nu ga ik even lekker douchen en dan ga ik lekker naar bed. Morgen heerlijk uitslapen. Echt zin in. Bedankt voor het kijken. Wel trusten en tot morgen. Goedemorgen. Ik ben, er klaar voor. Wou ik zeggen. Maar ik voel me er nog niet klaar voor. Maar ik ben er wel klaar voor.